eerste helft, ja, je krijgt de kans om op 1-0 te komen. Ja, klopt, met Jari eigenlijk daar, denk na een minuut of 10, dat Jari de diepte ingaat en een breed was spelen op Darryl. Alleen mocht helaas niet uitmonden tot een doelpunt. Daarna dan, heeft Excelsior het heft in handen. Eigenlijk toch in een vrij kort tijdsbestek scoren ze twee keer. Eerste keer, ja, traditioneel, fout, persoonlijke fout aan de Adelkant. Ja, ik denk ook dat ze wel geluk hebben. Kijk, Turk is een speler met kwaliteit die daar in die kleine ruimte wat kan forceren. Hij heeft natuurlijk wel wat geluk dat hij daar precies over Nick heen valt via een benen. En dan zie je wel dat we het daarna even lastig hebben en dat zij dan snel die 2-0 maken. Wat ja, misschien wel in eerste instantie tegen de verhouding in was. Was je niet bang toen het toch snel 0-2 werd van dat gaat niet de goede kant uit? Nee, want ik merkte in het begin van de wedstrijd ook, kijk, we krijgen natuurlijk wat kansen. En uit de standaard situatie nog met Joël en daarna met Jari, dat ik dacht van oké, het is een wedstrijd waar zeker mogelijkheden liggen. Als je in het begin al twee keer goed wegkomen. Dus ik had niet meteen het idee van dit is klaar. Nee, zeker niet. Sta je met 2-0 achter, kom je in de kleedkamer. Wat zegt dan de trainer? Dat er een beetje. Nou, in principe was het niet slecht. Hè? Zij kwamen er ook niet heel veel uit. Zij creëerden ook niet veel kansen. Wij een paar. Ja, en zij eigenlijk ook twee, waar twee goals uit komen. Dus ja, dan zijn het wat details, wat puntjes op de i. Misschien af en toe wat meer prikken, zodat zij wat sneller de lange bal spelen. Dat we meer in de duels kunnen komen. Maar ik denk dat wij niet heel veel anders hebben gedaan dan de eerste helft. Tweede helft inderdaad heel opportunistisch. En dan maak je ook die aansluitende treffer. Ja, ik denk dat wij de tweede helft eigenlijk heer en meester waren. En dat zij misschien ook wel een beetje eieren voor hun geld kozen. Hè. Ze dachten van na 2-0 voorsprong. Dan zou je er zijn met één been in de finale. Alleen ja, dat kan niet in de keukenkampioen-divisie play-offs. Die gedachte, ja, die mag er niet insluipen. En dat is bij hun wel gebeurd. En wij wisten daar goed van te profiteren. Het leek de tweede helft wel een beetje op de wedstrijd tegen de Graafschap, maar dan precies andersom. Hier stonden wij wel gewoon met 11 tegen 11. Dus dan is het misschien nog wel knapper dan wat de Graafschap bij ons deed. En op een gegeven moment, ja, je hebt de hele wedstrijd bijna gespeeld. Dan is het vlak voor tijd, ja, krampje. Ja, ik voelde hem een paar minuten daarvoor aankomen. En normaal gesproken, ja, het is een beetje het lampje in de auto wat gaat branden als de benzine bijna op is. Maar was het een heel kort waarschuwingje van mijn lichaam. En ik denk een minuut of twee schoot het in beide kuiten erin. En was de eindoefening voor mij. Met name ook in de slotfase nog kansen. Ik bedoel, een bal van jou over de hele naar Vermichum, waar de keeper met de voet nog redding weet te brengen. En Henk Veerman op slag van tijd. Ja, je merkt gewoon in die laatste fase dat zij er eigenlijk niet meer onderuit komen. Dat het vooral druk van ons is. En als wij met voorzetten gaan werken en met Veerman in de 16 komen, ja, dan gaan wij gevaarlijk worden, dat weet je. En dan is het vervelend. Kijk, als Henk daar die bal 100 keer krijgt, gaat hij er 99 keer in. En ja, de ene keer dat hij opstuitert, dan kun je pech hebben. En helaas was dat vandaag het geval. Opvallende man vond ik wel een scheidsrechter. Want hij was wel heel erg scheuter met geel alleen voor ADO. Dat vond ik ook. Ik vond dat hij snel met kaart aan het strooien was, vooral aan onze kant. En een paar keer dat ik zelf dacht van dit is misschien geen geel waard. Alleen ik denk, ja, zo'n scheidsrechter, daar moet je niet te veel over hebben. En de ene keer heb je hem wat voor je gevoel tegen en de andere keer zullen we mee hebben.